Oké. Okay. Ja, Herslieg Wilkommen. Herr Jurk Gliesman. Ik vind het altijd zo grappig dat je altijd... Hartelijk welkom, meneer. Ja. Ja, ja, winkel. Ja, ja. Ik heb het ook... Fijn om bij u te zijn. Ja, ja, ja. Ik heb het ook even opgezocht op het internet. Maar moeras, dat heet sumpf. Toch, hè? Auf Deutsch. Ja. 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 Wij de Nederlanders, wij zijn sumpf-Deutscher. Ja. Sumpf-Deutscher. Sumpf-Deutscher. Moeras-Deutscher, ja. Wij spreken de gelijke talen. Die gelijke. Het geeft niet zoveel verschil. Het geeft niet zoveel verschil tussen Nederlands en Diets. Diets, Hoogdiets, sorry hoor. Wij kunnen elkaar hier wel verstaan. Nee, dat niets. Ja? Ik kom uiteindelijk uit Hamburg, ja? Ja, ja. Daar ben ik ook geweest trouwens. Ja, ja. Hamburg. Ja, ik ben er geweest. Ja. Hè, maar ja. Gaan we door. In het noorden van Duitsland. In Oost-Friesland. Uh-huh. Plattdeutsch, gelijk dat ze in Hamburg en op bepaalde plaatsen ook doen. Ja. En dat Plattdeutsch is zeer veel Nederlands. Zeer veel, ja, zeer veel. Zeer verwant met het Nederlands. Ja, 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 ja. Het is verwant aan elkaar. Ja. En dat toch? Dat klopt, dat stimmt helemaal. Daarom kunnen we ook zo goed met elkaar praten. Hmm. En maar voor de luisteraars die niet alles willen weten over... Ja, ja, want we hebben... Ja, pakken we de draad weer op bij Enrico Ricci, toch? Lorenzo Ricci. Lorenzo, ja, ja. Ja, ja. Je hebt gelijk. Bij die scam. De generaal en tussen 1758 en... Ja. Want dat hing dus samen met die Franse Revolutie. En want, ja, de Franse Revolutie, die was toch in 17, einde van de 18e eeuw of zo? Dan kreeg je Napoleon. 1798. Ja, 1798 kwam de Franse Revolutie aan. En in Amerika had je in 1776 dat mooie gedoe met die dat eerste amendement. De eerste wijziging. De onafhankelijkheidsverklaring. Ja. Met de vrijheid van geloof. Het eerste. En je valt nog steeds een beetje weg, maar ga maar gewoon door. Ik heb niks gezegd. Oké. Ik kan doen, want ik heb daar een beetje een andere op die dingen die je zegt. Vertel maar dan. Neem het woord over, want ik ben jou aan het interviewen, Jurk. En jij niet mij. Jij bent aan het woord. Allee, in 1776 had je de onafhankelijkheidsverklaring en daarmee het begin van de oorlog tussen hier tegen het moederland Engeland. Uh-huh. Ja? Opgezet spel geweest van begin af. Uh-huh. En wie daarachter zit is eerst en vooral de generaal van de tijd. Dus als we naar 1776 gaan, moet je terugkeren naar 1773. Paus Clement IV de Jesuitenorde voor eens en altijd verboden heeft. Met een pauselijke bol, Redemptor, hoe noemt dat weer? Dominic ac Redemptor. De pauselijke bol. Waarmee hij de Jesuitenorde eens en altijd verboden heeft. Maar, als je Rulers of Evil leest en je tussen de read between the lines, hoe is dat in Vlaam? Tussen de regels lezen. Tussen de regels. Je leest de regels. Ik kom er uiteindelijk, kom ik. Ik geef me uit in die taal. En je leest ook wat tussen de regels. Wel, dan is het toch verbazend dat eerst en vooral die koningen, die voor 1773 niet uit hun landen verwezen. Dat al deze koningen als vaders een Jezuïet. En in feite wil dat zeggen dat ze onder deze bichtvader stonden. Die heeft in feite de power. Ja. Dat later ook heb met
die zijn biechtvader, Jesuit de la Chaise, in feite de macht. Die had hem in. Dat was vroeger, was dat daarvoor, was dat. En dus de koningen van Portugal en Spanje onder andere. Eén seconde. Lorenzo Ricci had een biechtvader? Nee, heb ik niet gezegd. Oh, nee, nee, dat begrijp ik. De koningen van Spanje. Ik heb gezegd, de koningen van Spanje, onder andere, want er waren nog 70 die Jesuiten verboden hebben, die koningen hadden als biechtvader een Jesuit. Ja, en, precies. Dus de Jesuiten... Dus na hun biechtvader zijn... Precies, want de Jesuiten, die hebben de... Hoe heet dat ook weer? Die oefeningen voor heiligheid of zo... Spirituele oefeningen. Ja. Spirituele oefeningen, spiritual ja. Exercises. Dus zij... Dat heeft dan niks... Ja, gaan we door. Even voor de luisteraars, voor die toehoorders. Ik interrupeerde alleen maar voor de toehoorders. Gaan we door. Ja, ik heb te maken als dat het is. Elke koning in den tijd heeft een biechtvader in al zijn geheimen, al zijn problemen kwijt kan. Ja, dat is wel een fijn idee. Iemand die hem niet alleen de biecht afneemt, maar die hem ook natuurlijk zonde bevrijdt, want in de Romeins-Katholieke Kerk kan je de zonde vergeven, iets wat kan. Dat kan een elke priester. Uh-huh. Ja. Daarom hebben deze mensen allemaal een vader, iemand bij deze therapie kunnen gaan. Oké? Ja. Ze hebben natuurlijk door dat zeggen, hun geheimste dromen, hun geheimste geheim, alles erop en eraan, biechten ze hun op. Ja. Daar hebben deze biechtvaders natuurlijk de koningen in de hand. Gelijk dat de priester gewone mens in de hand heeft, die naar de biechtstoel gaat, een zonde gaat opbiechten, die een Ave Maria bidt, om daarvan te zijn, maar ondertussen weet de man of vrouw de geschiedenis altijd het beste intelligentienetwerk geweest. Intelligence network. Ja, het is een nachrichtendienst. Ja, een nachrichtendienst, ja. Van heute. Dat is een, de CIA, de NSA, de KGB, de BND, de MI5, de MI6, de FBI, allemaal, wat betaalt allemaal deze diensten. De beste dienst daarvan door de geschiedenis geweest. Ja. De Romeins-Katholieke Kerk altijd zo'n goede greep gehad op die mensen. En daardoor zijn die mensen ook spaar. Daardoor zijn die mensen ook... Je kunt ze afpersen. Ja. Ik heb een boek gelezen. En het heette Het Gemeenschap van Eer. Of Het Genootschap van Eer. En het ging over de maffia. En die is begonnen in... De Italiaanse maffia is begonnen in Sicilië. En Sicilië... Dat was de graanschuur van Europa. En de maffia die mocht daar hun gang gaan, omdat ze samenwerkte met de pastoor, de priester van de lokale. Ja. Dan kon je ook nog hoger gaan. In dat boek stond het al. Maffia is niks anders dan een katholieke geheimorganisatie. Dat is alles. Terug naar werkt altijd af van het onderwerp waar ik naartoe ben. Oh ja, ga maar door. Ja. Sorry. Dat is emotionaliteit. Ja, nee. Ik vind het leuk om over verschillende dingen te gaan praten. Maar eigenlijk kom ik nooit niet naar dat wat ik in feite... Ja, ga maar door. Dus doordat deze biecht... In feite, door deze biecht... En daar is een heel mooi boek over geschreven van Charles Chiniqui, iemand die je waarschijnlijk ook kent, die heeft onder andere ook een boek geschreven 50 Years in the Church, en die heeft ook een boek geschreven The Priest Professional. En als je dan
professional, dan verstaan we heel veel van die draas aan onze toeschouwers. Is een keer. Ciao. En de confessional, naast 50 Years in the Church of Rome, een boek dat echt absoluut gelezen moet hebben. Namelijk, of handelt voornamelijk van. Eraan en daarachter en daarvoor. En dat. Heel interessant boek. Maar dus. De Bichtbox. Ja. Yeah. Ingaard als gelovige katholiek. En die gaat voor de pastoor aan de andere kant van de overtredingen op. De priester heeft een boekje erbij en schrijft dat natuurlijk op en weet precies wie dat er is en wat hij voor geheimen heeft en kan zo innen tegen de andere uitspelen, want hij weet van iedereen die geheimen dat er vannacht ja. Dus die Bichtvaderordningen heeft natuurlijk ook in de hand. En ik ben daarvan overtuigd. Er wordt me daarover discussiëren, zoveel als dat maar leest, of loelers of. Is het tussen de regels? Aha. Dan gaat u mij toestemmen. Aha. Ik ben daarvan overtuigd. Dat door de controle van deze Bichtvaderordningen koningen niks anders deden als de bevolking van de superieuraal van de orde van de Jezuïten, de Zwarte Paus. In dat geval Lorenzo Ricci, zij de Jezuïtenorde in het land verboden hebben. In die tijd. Want het was noodzakelijk voorspelling in de Bijbel uitkomen. Die spreekt van een van een hoofdwond die een dodelijke wond, of in Zacharia gelijk een dodelijke geen dodelijke wond. Aha. Gewond was. Nu. Orde als militaire. Gemini militantis ecclesiae. The church at war. Heeft op deze. Zocht om zichzelf te seculariseren. Zich. Te maken. De katholieke kerk min of meer uit te kunnen gaan lossen. En onder te duiden. En in het gewone wereldje te komen, laat ons maar zeggen. Ik vind in 1772, quote unquote, toeval. Doet misschien publiceren in Frankrijk, dat noemt The Art of War. Chinese generaal van kleine 2000 jaar geleden, bla bla. En over die zijn krijgskunst. Ja? The art of war. Kunst van de oorlog. Uitgerekend in 1772. Eén jaar paus de orde van Jezuïten verbiedt. Komt dat boek uit. En Amiot was een Jezuïet. En niemand die een Jezuïet is, gaat zo uitbrengen en uit het Chinees zo Frans vertalen in die tijd, in 70 en publiceren, als de toestemming van de generaal van de Jezuïten heeft. Enkel Jezuïet gaat een boek open de generaal van de Jezuïten heeft. Dat is de regel binnen die orde. Anders kan je niet. Eén jaar voordat de Jezuïten verbiedt, dus Amiot dat boek The Art of War, de kunst van de opbrengen. Als je dat boek leest, in Jules of Evil worden er veel dingen geciteerd, dus als je dat leest, is al meer dan. Dingen daarin staan, als je zwak bent, moet je je sterk voor. Als je sterk bent, moet je je zwak voor doen. En verder en zo verder. En wat heb je natuurlijk gedaan? Door zichzelf te laten verbieden, door de paus, staan ze er zwak. Juist. En dus, ja, ze zijn er ineens niet meer. We hebben de Jezuïten niet meer te vrezen. En een paar jaar later, in 1998, Bertier, die onder de Napoleon, Rome, en neemt de paus gevangen naar Frankrijk in een kasteel waar dat ronde gaat van ziekte, een paar maanden later. Dodelijke wonden, na het van de
160 jaar. Napoleon is een vrijmetselaar. Onder bevel van de zwak. Van de generaal van de Jezuïten. Die ik op dat ogenblik officieel helemaal niet bestaan. Die zijn hier in 1773 geweest. Maar het worden van de Jezuïten is een middel om een doel te en in de Jezuïten oh, the end het eind heiligt de doelmiddelen. Middelen die je gebruikt om het doel te bereiken. Ja? Al kerk de winnaar is. En waar gaat het toch uiteindelijk om? Het gaat toch alleen allemaal daarom om een koning Antichrist, om die Antichrist hier op te richten, om de herstellen. Of voor zijn de Jezuïten toch alleen maar op. Zij waren de Counter-Reformation Order. Ja? En zij gebruiken alle middelen om dat ook te voorspelen, niet meer. Wat doen de protestanten dan in één keer? Het is voorbij. Ach, we worden niet meer achtervolgd. Toch alles wordt. Paulus nog vastgenomen ook? Oh, de rust kan slapen. Nu is alles. Nu zal Jezus het wel. De Antichrist is weg. Ja. Is hem dat ook? Ja. 41 jaar, 40 jaar waren de Jesuiten verboden. In 1814 onder Paus Pius kwamen ze terug. En haben ze voormalige Präsidenten, was John Adams und noch ein paar andere, ihr könnt das suchen, ich habe nur nicht alle Namen in meinem Hof, und ich kein Papier vor mir, von dem ich aflese. Ein Zitat auf dem Internet zu finden von Brüblingen von verschiedenen amerikanischen Präsidenten, ja. Die sagen von, ich habe von den Jesuiten. Und sie kommen in mehrere, in mehr verschiedenen als alleen maar de koning van de Zigeuners in feite als bankmensen als editoren als leraars als professoren als dat dus gesekulariseerd het woord is wat je in Vlaams gebruikt maar dat is het woord gesekularisation dus privé gemaakt gewoon geheven. Dus de orde heeft zijn spirituele pad verlaten bij wijze van en is de wereldelijke wijze opgegaan. Ja. Ze gaan alles en iedereen in de wereld op die manier infiltreren. Van de kleinste zonder dat je ze uitmaken, want ze dragen daar hun jezuïten kleren niet meer. Ze hebben wel hun opleiding. Kijk een keer naar Donald Duck. Nee, Donald Trump noemt hem. Amerikaanse presidentschapskandidaat. Dat denk ik ook altijd. Dat hij eigenlijk Donald Duck heet. Donald Duck? Sorry, Donald Trump? Ja, gaan we door. Opleiding achter de rug. De tweede grootste, bekendste en machtigste jezuïtenuniversiteit van Amerika. Naast John University, John Carroll, ja. De diocese van Baltimore opgericht en in 1790 heeft hij het Georgetown Boys School opgericht. Vandaag de dag Georgetown University is de grootste universiteit, ik durf zeggen waar mensen vandaan komen als Carol Lee, die de men Clinton die dat boek Tragedy and Hope ja, Carol Quigley en die gezegd heeft dat er een kleine minoriteit van mensen de wil gaan beheersen en hij trots op is, want hij is één van geloven ze het zelf op allemaal, hè? Ja,
Ik wil maar hebben. Ja, even tussendoor. We zijn altijd bezig over Lorenzo Ricci. Ja. We zijn bezig over Lorenzo Ricci. Ja, en ik luister naar... Belangrijk dat je begrijpt dat Lorenzo Ricci... Ja, geen probleem. Ik luister naar de audio en jij breekt af en toe echt weg nog steeds. Maar misschien wordt het beter. Nee. Ja, af en toe krijg je gewoon een paar seconden stilte. En dan, maar ga maar door. Maar misschien wordt het zo dadelijk beter. Ja, we kunnen ook opnieuw opstarten. Beter, we zullen wel zien. Want het is wel belangrijk dat het is wel belangrijk dat dat wat jij zegt, dat andere mensen dat goed kunnen verstaan. Want anders spraak je in de ruimte. Ja. Maar ga maar door. Ik controleer je audio. We kunnen altijd zien of dat mijn opname dus nog beter is. Dan pakte de mijne. Ik weet dat niet. Dus we zullen wel zien. Ja, dat vind ik ook goed. Weer aan de hand heeft. Ja. Dus ten punt is, en dat is wat je Lorenzo Ricci, die op dat gezelschap van Jezus was, van de Jezuïten was, de zwarte paus, om die is volgens mij de machtigste, de meest succesrijke zwarte paus, die we ooit hadden, omdat die ervoor gezorgd heeft, dat de orde van die verboden werd door paus, die hij gecontroleerd heeft, paus Clement den 13e, paus Clement den 14e, en de volgende paus, ik weet niet mijn burgerlijke naam was, Braschi, heeft de financiële handelingen van de Vaticaan na de dood van Clement den 14. En dat was de langste tijd dat het pontificaat onbezet was, meer dan 130 dagen. In die tijd, als Lorenzo Ricci zo gezegd in zijn gevangenis in Rome zat, natuurlijk nog geheime onderhandelingen die de Vaticaan met dat gevangenis in San Castello d'Angelo verbinden. En Braschi was student van Lorenzo Ricci van begin af aan. Werd dan na meer dan 130 absentie op de pauselijke stoel tot de Rosen. Als je Rulers of Eve leest, en zeker dat Kapitel, ik weet niet, maar dat Kapitel noemt in Eng The Death and Resurrection of Lorenzo, de Weeropstanding. Ja. Dat zeer interessant en daar kan ik iedereen alleen maar aanraden om te lezen. Ja. Dat de voordeel van de boek van A van Big verstaan, je kunt hier en daar eens een keer uithalen en die, kunt, en die staan voor zich. Natuurlijk hangen ze, natuurlijk bouwen ze op elkaar op, dat je ze ook voor zich goed zeer, zeer interessant. Maar ik heb natuurlijk om dat boek Rulers of Evil leren. Maar het is een goed boek. En als je daar kan ik raden dat je ook een paar andere boeken goed kent. Andere Romanism and the Reformation. Ja. Van Henry Gretton Guinness, geschreven in 1887. Ja. Das gewoon een macht. Een fantastisch, een ongelijk boek. Een on wat voor als je wilt, boek? Kan ik je dan een stukje... Ongelooflijk? Een ongelooflijk... Ongelooflijk boek. Een ongelooflijk... Romanism and the Reformation. It's, dat moet je gewoon... ontkennen. Ja. Anders hoeft het niet. Ja? Als je zelf... noemt en je meent de Bijbel te van Jezus te volgen, dat boek niet, dan heb je echt iets gemist. Ja. Ik weet wat je bedoelt. En, ik denk te weten wat je bedoelt. Maar terug naar de geschiedenis. Want wat ik, Lorenzo Ricci, dat was dus de zwarte paus in die dagen. De sterkste paus, de machtigste paus. Was de grote poppenspeler. Is dat, wat is het Duitse woord voor poppenspeler? De poppenspeler? De puppetmaster. Hij liet iedereen dansen naar zijn pijpen of zo, zeg je op zijn Nederlands. Hij bespeelde de mensen. Hij hield ze voor de gek. En wat ik...
Kan jij nog even, kunnen we nog een keer stilstaan bij dat First Amendment met de freedom of speech? Wat in feite was dat de deur open gehouden werd, zodat de universalisten, want iedereen zegt katholischer of katholieker, maar universalisten, dat zijn de machthebbers, de machthebbende kerk. En je mag alleen maar geloven als je ons een tientje in de maand geeft. Van 3,30. Maar die universalisten, die hebben een heel gemeen spel gespeeld. En in eerste instantie in Amerika hadden ze het universalisme, het globalisme, het katholicisme verboden. Toch? En met het First Amendment, met de vrijheid van meningsuiting, zo wordt het ons schaapjes verkocht. En toen werd de deur opengezet dat ze naar binnen konden komen. Want je mocht alles vereren, zelfs Maria en het Jezuskoekje. Om het maar even op zijn woordstikkels te zeggen. Ja, maar niet op meningsvrijheid, maar op de vrijheid van religie. Ja, daar ging het om. En er is helemaal geen vrijheid van religie. Ja, maar je zegt altijd... Ja, maar Ik weet het. Neem het maar over. Ga maar door. Pak hem daar maar op. Wat is daar gebeurd? In de Amerikaanse constitutie freedom of speech hebt. Dat is goed. Dat is een van de dingen die bereikt werden via de reformatie. Freedom of conscience hebt. Vrijheid. Met andere woorden, je hebt de vrijheid, God, de God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, als jouw autoriteit voor je eten te kiezen. Daar staat dus ook in van religie. Dat is juist het probleem om, zoals in Engeland, in het katholicisme, het universele geloofssysteem, wordt universeel en gaan samen. Dan kun je uitwisselen gelijk dat absoluut hetzelfde. Die waren in de ook al in Engeland, dat dans was, verboden. Het was verboden om Pasen te vieren. Het was verboden om Kerstmis te vieren. Het was verboden om openbare mis, dus de Eucharistie, te processeren en te vieren, was verboden. En die zichzelf katholiek noemde, had geen toegang tot een openbaar ambt, kon regeringsambtenaar worden. Een Romeins-Katholieke Allianz, is dat het juiste woord? Alliance, in Engels, Allianz. Allianz mag je op het Nederlands ook zeggen. Verbintenis, verbintenis. Ja. Ja, ik weet het. Ik heb het ook heel veel over naast het denken. Geordendheid, hè? Ja. Want de Eucharistie. Leg uit mijn toehoorders. Leg aan mijn toehoorders uit wat er raar is, vreemd is aan de Eucharistie. Ja. Zal ik doen? Ik moet toch eerst eens een keer in ene zin uitpraten. Ja, ja. En dan ga ik beginnen. Dus om van dat een katholiek zijn eerste alleen aan de paus en niet aan dat land, bij wijze van spreken. Oh kijk, die en die heeft een dubbele staatstoegehoring. Die is bij wijze van spreken, die is Nederlander en die is tijdig is die Israëliet. Of die is Turk. Of Nederlander. Die heeft dus twee, die hoort bij twee staten. De bijna two masters, je kunt niet twee meester. Ja? Je kunt ook niet bij twee staten. En als je dus katholiek en je zweert je trouw in de eer aan de paus en dan de kerk,
dann können die das gut tun vor das Land, das ihr so gesicht. Und ihr dient in der ersten Platz der Paus. Was der Paus iets zegt, der Land in Gart, dann dient ihr das der Paus gegen ihr eigen Land. Ja. Ich höre. Und das dergelijk, das waren die Reden, was Katholiken in den Kolonies der Zeit vor 1776, was dann nach der Vereinigten Staaten von Amerika, warum dass sie da tun, ein Amt mochten bekleben. Ja. Maar met de vrijheid van religie werd daar een eind aan gezet. Ja. Maar vrijheid van religie bestaat van religie is doctrine Romeins-Katholieke kerk op plaatsen waar de Romeins-Katholieke kerk niet de heeft. Want waar de Romeins-Katholieke kerk de bovenhand heeft, is zij de enige geaccepteerde kerk. En geen andere kerk is toegestaan. Ja. My eye. Ja. Komt niks van een huis. Ja. Is er vrijheid van religie in het koninkrijk van Jezus Christus? Nee. Vraag dat maar een keer. Israëlieten van 2.500 jaar geleden. Ja. Bij andere goden in de tijd wat afvang gevonden heeft. Geen vrijheid van religie. Maar alleen in het koninkrijk van de antichrist is vrijheid van religie. Ja. Want je mag elke religie volgen. Als lang als je maar niet de Bijbel volgt. Als lang als je maar niet de volgt. Mocht je alles volgen. Ja. Satan maakt niet uit welke leugen. Als lang als je leugen volgt. Je verstopt de waarheid daarin. De Bijbel. De hassem richt. Ja. En dus, omwille van dat de katholieken minder dan 2% van de bevolking van de kolonies voorstel, waren toen ongeveer 2,5 miljoen inwoners in de 13 kolonies, wat later de Verenigde Staten van Amerika, en minder dan 25.000 personen waren katholiek. Van de 18e eeuw, van de 19e eeuw, dus 1800, waren het al 30%. En vandaag de dag zijn het meer dan 40%. Vullen van al, dat al de protestanten door de ecumenische regering van Vaticaan II sowieso onder de teruggekeerd zijn, stelt vandaag in feite het Rooms-Katholicisme 80 tot 90. Ik verschil zo'n 80 kunnen gaan stellen. Ja. Zo, en deze in de constitutie van Amerika, in die kolonies die zich juist afgezegd hebben van protestants Engeland. Waarom hebben ze zich afgezegd van protestants Engeland? Omdat Lorenzo Ricci en zijn Jesuiten het uitblijzen als dat Engeland ging. En het is noodzakelijk was voor de kolonie af te zeggen. Om dus niet ook katholiek te kunnen gaan worden, maar van vrijheid de katholieken min of meer overgenomen. En de Amerikaanse president niet de regels van de Jesuiten bevolgd heeft, is ondertussen vermoord geweest. Dat zijn proces. Buchanan, Harris, ja. JFK, Lincoln, heet waarschijnlijk nog een. Dus ik denk het zijn. Ja, je bent er één vergeten. Kunt het allemaal opzoeken. Ja. Alle min of meer niet de Jesuiten gevolgd, die hebben ze omgebracht. Ja. Of hoe dan ook. Ja, allemaal geen rol. Dat met Abraham Lincoln. Is allemaal te danken aan. Ja. Dat met Abraham Lincoln is de meest duidelijke. John F. Kennedy. Welke nog? Dat was een rookgordijn. Een smoke curtain. Maar John F. Kennedy, Abraham Lincoln, was ontzettend duidelijk. Het was gewoon pief. En iedereen maar zeuren van John F. Kennedy, dat was Lee Harvey Oswald. Bah! Soms erger ik mij aan de mensen in mijn omgeving.
Maar niet de hele tijd. Nu mag, jij bent weer aan het woord. Ik kan je één ding zeggen. Mm-hmm. Er zit niemand in het ganze congres of senaat vandaag die niet weet wat met JFK gebeurd is. Was iedereen de reden waarom dat ze dat zo... Dat was een open executie wat ze met JFK gedaan hebben. Mm-hmm. Dat was om iedere politiker in Amerika te tonen. Goed, wat wij zeggen, dit met u en uw familie gebeuren. Ja. Ze hebben JFK, Robert Kennedy, omgebracht. Robert Kennedy en zijn zoon ook, John F. K. Jr. ook. Maar ga maar door. Dat is wat de Jezus doen. Ze vergeten nooit en vergeten altijd. Ze hebben zich gevraagd of Duitsland verboden heeft in 1872 met de Wereldoorlog. Mm-hmm. Paus Leo XIII heeft in de memoiren waard van de Romeins-Katholieke Kerk om het heilige van de eeuwen terug te herstellen. Weiser tegen de Paus zegt van, ja maar we hebben niet meer een heilig van Duitse Nazi van een paar hundert jaar. Maar de Paus bleef bestaan op zijn verandering tegenover de keizer. Hm? In zijn memoir. Of je kunt mijn boek Behind the Dictators. Daar komt dat kunt voor. Hm? Maar heel interessant. We hebben bijna niks gedaan van dat wat ik eigenlijk wilde zeggen. Den punt, onthoud dat heel goed. Ritchie en lees daarvoor van F. Tepper Saucy The Death and Resurrection of Lorenzo Ritchie was een van de meest succesrijke duivelse van de Jesuitenorde die we ooit hadden der daar gespeeld had met de secularisatie van de orde door de orde te verbieden een paar jaar later de Illuminati op te richten wat hij heeft door Weishaupt, die professor voor Kanonsrecht aan de Universiteit in Ingolstadt was, dort die Illuminati te laten oprichten. Mhm. En deze zogezegd een paar jaar laten openbaar worden en laten verbieden. En bla bla bla. En vandaar. Dat is ook een grote, zoals jij zegt, small. Die Illuminati bestaan vandaag nog in 1776 bestaan hebben. Sinds den Tag, dat ze opgericht geweest. Mhm. Het is nog altijd een geheim. Een geheimorde waar zich in verschuilen. En die hebben de bedoelingen. Zo simpel is dat in feite. Daar moet men helemaal niet over discussiëren. Ze moeten wel. En dus de secularisatie van de orde van de was de grootste opgave die Lorenzo Ricci toen bewerkstelligd heeft. En dat is hem gelukt. En vandaag de dag hebben we de Jezus overal in onze wereld zitten. Zonder dat we de Jezuïten herkennen, want ze dragen. Priesterkleren niet meer. Ze hebben die ook gegeven. Hij is diegene die CEO is van een groot. Maar wat moet je eens kijken? Als je kijkt naar de Sovereign Military of Malta, de SMOM, hoeveel firma's dat die niet allemaal onder hun controle hebben, wereldwijd. Dr. Queenie, Knight of Malta, de CIA is van William J. Donald. Een Knight of Malta, samen met Richard Gehle, hoe was spionageafweer generaal onder Hitler in de Tweede Wereldoorlog, die met Operation Paperclip naar Amerika kwam, en van de OSS, John Dulles. Toch? Dat was het de oprichter van de CIA. Ja, maar John Dulles. De Dulles broeders, de Dulles. Dan allebei Knights of Malta en CIA opgericht later. The Office of Strategic Services. Office of Strategic Services. De voorloper van de CIA. En de CIA. En de CIA. Gericht van Wild Bill Donovan en Reinhard Gehlen, sorry. Maar even interruptie. Comment. Nee, een vraag.
CIA. Hoe heet dat? Dat is iets met... Ja, jij weet het. Ja, dat is een grap. Catholics in Action. Catholics in Action. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar het is ook belangrijk voor mensen om ze te laten lachen. Want anders gaan ze alleen maar weg. En dan denk ze, oh, wat negatief. Ja. Maar erg, hè? Ze hebben dus die Amerikaanse presidenten gewoon omgelegd. Ja. Dodelijke luister. En niet alleen de Amerikaanse. Ach man. Ook andere presidenten. Andere mensen. Dat zijn, vertel hem nog kijk, even. Dat zijn allemaal wat weet je nog meer dan ik? Ja? Dat ze poppen aan een string. En ene keer die poppen hun werk gedaan hebben, schrappen en dan zijn ze weg. En dan zijn ze dood. Hmm. Gedaan. Dat is gelijk Saddam Hussein. Saddam Hussein was een 32e graad. Freemason. Natuurlijk heeft hij tegen de orde gedaan, maar uiteindelijk doet hij alles. Maar dat is gewoon dat hij in het oor tegen een ander is, want de Jezus heel duidelijk dat je in het openbaar, bij wijze van spreken, speelt, maar achter de schermen speelde tegen elkaar in. Die wil goed wat hem deed als hij ineens begon zijn euro's en hij wist heel goed dat het zijn dood ging. Maar hij is niet gestorven, net zoveel dubbelgang. Het is al lang tussendoor. Dat geloof ik ook, ja. Dat geloof ik ook. Ja, ken jij... Allemaal niks uit. Ja, maar, dat is dat precies hetzelfde. Oh. Dat zijn allemaal mensen. We moeten ons bepaalde mensen voor het gezicht zetten. En dat die een rol spelen. Ja. Te gaan spelen. En die soms zelf... En schulden komen. Om die rol te sterven. Want het is tenslotte voor het hogere... En mijn katholieke kerk dat bereikt moet worden. Verontschuldigd. Even inhaken voor mijn Nederlands talige publiek. Er zitten ook Marokkanen tussen, Mokrozen. Maar wij hebben hier zo'n doodsgeval gehad met Theo van Gogh. En ik denk dat Theo van Gogh en Saddam Hussein, dat waren namaakdoden. Die mensen zijn weliswaar dood in de zin... Zij zijn afgevoerd van het openbare leven. En ze wonen nu in Patagonië. Of iets wat daarop lijkt. Ken jij het verhaal van Theo van Gogh? Die smeerlap hier in Nederland? Het verdriet van ik heb Nederland. Jaar geleden. Je hoeft maar 15 minuten naar die... Ik rook ook tabak. Dat is het punt niet. Daar heb ik het niet over. Maar waar die man het over heeft. Dat is weer echt onchristelijk. En hij is dus vermoord, zeggen ze. En volgens mij is hij gewoon afgevoerd. Net als prins, hoe heet die? Die Friso. Prins Friso. Ken je dat verhaal? Nee. Oké, dat is een zoon van onze... dus je hebt, momenteel hebben we een koning en zijn moeder, dus de broer van onze koning. Die is omgekomen bij een ski-ongeluk. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet geloven. Ik weet het gewoon echt niet. Ik vind het bijna angstaanjagend. En zo'n prins Friso. En Pim Fortuyn, ken je die man? Ja. Ja, die is wel doodgeschoten. Die is John F. Kennedy'd. Naar mijn idee dan, hè? Dit gaat alleen maar om onze luisteraars, Jörg. In Duitsland heb je ook... Wat? Het is juist met die wat gebeurd is. Ralf Barschel, de minister-president van Schleswig-Holstein, die zogenaamde badtuig. Ja! En dan had de DP van de Liberalen dicht durchsprongen en zijn Fallschirm ging niet over. Möllemann of zo. Die, ja. Je moet je niet afvragen hoe dat die allemaal ten dood komen. Dat is allemaal hun. Ja. En dat spel mag spelen. Maar de mensen zullen gaan bekijken en niet doorhebben dat ze Ratio Studiorum Jesuiten. Aan bekijken zijn, dat zijn de stomsten aller. Ja. Die bedrogen zijn. Waarom zijn
dat ze de Bijbel niet kennen. En weet je wat ik graag een keer zou willen, omdat we toch tegen inzending zijn, als je mij dat even toestaat? Een paar korte bladzijden op het einde van Henry Gurdon Gillis, dat hij in 18 openbaar gemaakt heeft. Heel graag en onze luisteraars voorlezen. Ook al is het in Engels. Onze toehoorders. Dat praat ik toch een beetje Duits, hè? Zuhörer. Onze toehoorders. Is dat leuk als je Duits spreekt? Ja. Ik verzoek dat, hè? Ja, is ja schön. Kannst du ja gerne. Dus, als het oké is van jou, mag ik dat even... Ja. Ik ben jou van het interviewen, niet andersom. Ja, dat is goed. Dus dan lees ik het eventjes. Op het einde dus van Romanism and the Reformation, geschreven van Henry Gurdon Gillis in 1880. Remember that there is only one mediator between God, that there is but one sacrifice for sins, but once for all and for through the one sacrifice draw God and he will draw nigh to you. Need no mediator between yourself and Christ. The priest is a through the there. Jesus calls you to come to him. He is both human and divine. He is bone and flesh of your flesh, yet without sin. God is in him. He is one with us and with God. Sovereign soul and him. No angel, no virgin to come between you and Jesus Christ. To him for the pardon of all your sins. Make to him your confessions. He can absolve you and will, yea, does, to truly believe in him. Priestly absolution is a lie. It is a blasphemy. Yeah. I absolve thee of Romish priest or Protestant minister is profane. Be not deluded by it. Your fellow sinner can absolve you from the sins you have committed. God, turn from these isles and vanities. Jesus is all you need. His blood is sufficient to it. This is those who simply trust in him from all sin. Search the scriptures. They testify of him. Come to him the life. His heart is touched with the feeling of your infirmities. None can sympathize as he can. None can help as he can. To each one, he says, him that cometh unto me, no wise cast out. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Lord, to whom shall I go? Thou hast words of eternal life. Thou alone art all we, for thou alone art all in all. End. Danke. En ik kan u zeggen, ja, dat was schön, hè? Als je dat boek kent en je kent de Bijbel, kan je niks zo rap meer op een verkeerd been zetten. Maar als je de Bijbel niet kent en als je Jezus niet gelooft, dan loofde jij elke false flag, tegen elke theater dat voor deze wereld spelen achteraan, had het van zijn leven niet begrijpen. Ik heb verleden week een vriend van mij gevraagd wie eigenlijk premierminister is, want ik heb geen idee. Het kan me ook schelen welke pop daar ergens op een plaats zit en politiek iets te moeten gaan zeggen. Voor idioten. Mm-hmm. En daar zijn heel veel interessante uitspraken. Die ik onder andere zelfs van mensen zoals kan een keer zien. Mm. Eventjes een keer kan gaan opzoeken. Ik weet dat ik er hier een paar gewaard heb. Plato heeft onder andere gezegd, smart to engage in politics punished by being governed who are dumber.
Oh ja, 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 ja. Die macht sein. Ja, 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 ja. Um sich in Politik zu engagieren, wurden bestraft durch Regierungen, die noch dummer sein als zij. Ja, precies. Als je als de op zijn ABN als de slimmerikken geen politiek bedrijven, dan worden de slimmerikken gepolitiseerd door dommerikken. Dat is ook zo, de Martin Heidegger, hè? Dat was ook een Duitse, hè? Die had een Joodse vrouw, die heette Hannah Arendt. Die heeft een mooi boek geschreven in het Frans, Le Condition Humaine. Dat is geen stom boek. Ook al was ze dan een Joodse vrouw. En had ze dan een verkering met een Duitse man. Dat is geen reden om aan te nemen dat ze een stom boek geschreven heeft. En die spreekt er ook over. Hoor. Dat politiek bedrijven is dat wat we moeten doen. En wat jij en ik nu doen is politiek bedrijven. Laat mensen ons maar betwisten. Want waar komt het op neer? Het bedrijf geen politiek, ja. Ja, 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 nee, dat doe je dus wel. In de zin, in de goede zin van het woord. Kijk, het is de bedoeling dat wij mensen een eenheid gaan vormen. Wat die New Age loopt te brullen van we are all one. Ja, dat is ook precies wat wij moeten gaan doen. Heb jij zin in een eeuwige oorlog? Nee. We willen een nieuwe aarde en dan krijgen we ook een nieuwe hemel. Ja. We willen een eenheid. Nou, die moet ergens vandaan komen. En het idee wat we hier in Nederland hebben, jullie hebben koning Boudewijn, toch? En wij hebben hier dan koning Willem-Alexander, de huppeltjepup. Ja, dat levert niks op. Dat doet bij het Belgen. Boudewijn is al lang dood. Ja, oh ja. Koning Boudewijn is al lang dood. Vertel mij. Wie is nou de koning dan? Koning Albert. Ik weet het. Albert de derde. De broer overgenomen heeft koning Albert. Ik denk dat die ondertussen er ook al afgedankt heeft. Ach. Ten voordele van zijn zoon. Ja, ik heb zo'n medelijden met die koninklijke eigenlijk, hè. Ik ben zo blij dat ik niet veel geld heb. Hier dan, hè? Want die bankrekeningen die stellen toch allemaal niks voor. En die arme koninklijke die zijn zo gehecht aan het geld. Hè? En ze willen allemaal wifi en een mooi banket en zo. Ze hebben zoveel nodig om te genieten van het leven dat ons geschonken is. En ik vind het echt nergens op slaan. Ik heb een tijd, dan werd ik echt boos op mijn omgeving. En dan ben ik gestopt met tabak roken, suiker eten, alcohol drinken, wiet roken, alles eraan, hè. En vlees, 10 gram per week of zo. Hè? En ik genieten, jongen. Dan geniet je echt van je omgeving. Jij bent veganist, volgens mij, toch, Ronnie? Ja. Ja, precies. Ik snap wat jij bedoelt. En dan zie je het. Dan zie je hoe mooi het is, hè? Waarin je mag leven. Dat is wat Jezus zei. Van, ik leef in het huis van mijn vader. Zo is het, toch? Man, en Nederland vind ik... Ja, ik vind België ook mooi, hoor. En ik vind Duitsland ook mooi. Ik ben in die zin geen nationalist. Maar ik vind Nederland echt ontzettend mooi. Het land, gewoon het land. Met die hoge wolken, prachtig. Wat moet je daarvoor betalen? En dat kost je helemaal niks. Dat is wat ik vind van mijn leven. Ik ga nooit veel naar het ziekenhuis. Echt nooit, helemaal nooit eigenlijk. Maar de schoonheid, die zorgt ervoor dat ik niet naar het ziekenhuis hoef.
hoef alleen maar te kijken, denk ik, oh, mijn GVD. Dat is een grap, hè? Dat snap je wel, hè? Wat mooi, man. En ik mag hier leven. En waarom eigenlijk? Zo kijk ik er tegenaan. En dan heb ik ook nog de Bijbel. En man, wat een goed boek. En ik heb een hoop boeken gelezen. Ik heb er niet 10 gelezen. Ik heb er niet 100 gelezen. Ik heb er echt tegen de 2000 of zo. Ik ben bij de katholieken geweest. Ik heb alles uitgeplozen. En de Bijbel is gewoon heel mooi. Het is een I Ching. Net als van de Chinezen. Maar dan iets beter. Met de nadruk op iets beter. Ja. Dat vind ik. Dat is mijn mening. En Jezus is mijn redder. Wat hij geschreven heeft, dat heeft mij overeind gehouden en op het rechte pad gehouden. En had ik dat toen niet gelezen, dan was ik mooi de lul geweest. Dat is wat ik geloof. Maar jij mag afsluiten. Ik zit je weer van je verhaal af te houden. Dat is geen probleem. Ik zal wel afsluiten met een woord om de mensen eens een keer duidelijk te maken hoe oud de Jezuïten zijn. Church to rule the world. The Jesuits to rule the Pope. Such was and is of the order of the society of, and to it they have held fast, except on a few occasions of misunderstanding, regent of Christ, the Pope. James Edgar Wiley komt, my Digga, ik heb hier niet staan van wie het komt. Maar die brengt het in feite daarop neer. En einde van deze uitzending die we... Oké. Was het ik door Lorenzo Ricci doorgekomen. Ik wilde... Is goed. Was dit jouw laatste woord naar onze luisteraars? En dan ga ik hem even afsluiten, want ik heb jou geïnterviewd. Dus ik mag het mijn laatste woord naar de luisteraars is dat ik hoor dat ze ervan genoeg... Dat jij straks het laatste woord geeft en dat de toekomst nog terugkomen naar onze uitzending. Ja. Jij blijft aan de lijn. Ik kan u vertellen, als ik een klein beetje met Pef spreek, dan gaat dat nog veel interessanter. Dan vallen we elkaar niet constant in het woord. Dat is voor jullie nog interessanter om te volgen en je veel leren. Daar ben ik van. Maar het meeste vergeet dan de Bijbel. Gods woord. Ja. Leer je alles uit. Alle antwoorden op alle vragen die je ooit al wilde stellen. Daarmee sluit ik af. Bedankt voor de Perry. Groetjes aan je luisteraars en toeschouwers. Ja. En aan mijn eigen. Vooral dat ik dit op mijn kanaal ook op. Tot de volgende keer. Bedankt voor. Nou, mensen. Aan mijn kant is de audio kloten. Ik heb alles gecontroleerd en Jurk Gliesman valt de hele tijd weg. Maar hij heeft beloofd dat hij aan zijn kant ook alles heeft opgenomen. Dus dat zal wel goed komen. Het allerbelangrijkste is dat jullie goed naar hem geluisterd hebben. En goed heeft twee betekenissen. Dat betekent dat je goed naar de woordjes luistert. Want hij is een beetje Vlaams, Duits, Hoog-Nederlands, Engels... En dan moet je goed erheen luisteren. Dat is goed. Aan de andere kant moet je ook goed naar hem luisteren. Dat betekent dat je op een goede manier naar hem luistert. Niet iedereen weet alles. De onfeilbare mens bestaat niet. Ik ben niet onfeilbaar. Jurk Gliesman is niet onfeilbaar. Goed luisteren. Hartstikke fijn dat jullie dit allemaal uitgeluisterd hebben. En dan ga ik nu op de stopknop drukken. En ik stop mijn opname. En ik hoop maar dat die opname van Jurk Gliesman beter is dan die van mij. En op zijn Duits, want dat is een gewoonte van mij, dan zeg ik tjus. Dag lieverds.